En aan tafel vandaag bij me Bas Haan. Bas, als je op een feestje komt, hoe stel je jezelf dan voor? Met Bas. En vertel je dan ook iets wat je doet of hou je dat altijd midden? Nou ja, dan vragen ze wat doe je. Dan ben je journalist. Ik probeer wel, moet ik eerlijk zeggen, dat altijd een beetje niet te prominent naar voren te brengen. Beetje te downplay allemaal. Ja, ik vind het leuker om anderen te vragen wat ze doen. Want ja, volgens jouw vrouw interview jij iedereen op feestjes toch altijd? Dan ben je gewoon de interviewer. Ja, dat is wel een beetje de gewoonte waar je dan makkelijk in valt. Ik vind het ook oprecht leuk om naar mensen te vragen. Maar het kan ook een trucje zijn om te voorkomen dat je niet te veel over jezelf moet praten. En waarom wil je niet over jezelf praten dan? Nou, zeker zoals nu, als er een hoop publiciteit is, dan krijg je toch altijd dezelfde vragen. En dan is het voor mij geen feestje, maar dan ben ik daar half aan het werk. En ik vind het toch gewoon leuker om gezellig met anderen over andere dingen te praten. Ja. Mijn beste vrienden zijn ook geen journalisten en dat vind ik een zegen. Maar die weten wel heel veel meer van jou dan wij met z'n allen weten waarschijnlijk. Van mij wel, maar niet van mijn journalistieke werk. Daar heb ik het juist niet met hun over. Maar er zijn dingen van mij die zij weten die ik ook liever niet heb. Want als je jouw interviews leest, gaat het vooral over je werk over het algemeen. Ja, klopt. Je laat weinig privé dingen los. Ik weet dat je in Rotterdam woont. Ja. Dat je vrouw hebt volgens mij ook kinderen. Zeker, 2. Ja. De mooiste ter wereld, uiteraard. Nee, het is niet zo dat ik als een oester gesloten ben. Maar het is wel zo dat ik er geen behoefte aan heb om het privé... Ik ben niet een merk. Ik ben gewoon een journalist. Maar inmiddels ben je ook een beetje merk geworden. Ja, en toch voorkom ik dat. Die film die er nu is, is een van de sterkste dingen en prettigste dingen die er in die film aan de hand is dat Fetja van Nuet, die me fantastisch... Ja, zelfs je accent zet hij goed neer. Ja, absoluut. Dus dat neemt hij mee. Mijn persoonlijkheid neemt hij mee. Maar de privé-sores blijft er buiten. Dat was voor mij ook een absolute voorwaarde. Ja. Het gaat namelijk niet over mij. Dat gaat maar over heb je wel veel privé-sores? Heb je die dan? Een hele leuke sores. Ja? Nee, ik heb een ontzettend leuk... Ik heb een fantastisch gezin. Heb je niks om zorgen over te maken? Natuurlijk wel. Als je een gezin met kinderen hebt, dan maak je de godganse dag zorgen. En dat hoort erbij dus ook helemaal niet erg. Maar er zijn gelukkig geen gekkigheden in mijn leven. Maar wat moet het merk Bas Haan dan precies vertegenwoordigen? Wat staat het voor dan? Ik zei net dat ik geen merk wil zijn. Ja, maar je bent het toch wel, want je bent inmiddels een zeer onderscheiden journalist. Nou, laat ik het dan daarop houden. Want dan zie ik mezelf als een ambassadeur van serieuze journalistiek, van onderzoeksjournalistiek, van... laat ik een vingertje opsteken. Ik wil, en dat deed ik met dit verhaal, maar ik wil heel graag waarschuwen dat amusement het niet van de journalistiek moet overnemen. Nee. Amusement is heel erg leuk en heel erg belangrijk, maar dat is journalistiek ook. En de scheidslijn daartussen is misschien wel het allerbelangrijkste. Journalistiek moet niet gaan om het privéleven van de journalist, of ik zou bijna zeggen van wie dan ook, maar moet gaan over die dingen die alle mensen aangaan. En dat is niet het privéleven van de journalist. Maar er zijn mensen steeds minder in geïnteresseerd, Bas. Die zijn meer geïnteresseerd in een 16-jarige vlogger. Die gewoon een beetje tekst uitbraakt, die mensen klaarblijkelijk spectaculair of spannend vinden. En daar zitten ze veel meer op te wachten. Wat kun je eraan doen dan? Stug volhouden. Stug volhouden door wel bij die feiten te blijven. En dat zie je nu bij die film. Die heeft dus ook aandacht. En niet zo'n beetje aandacht. Nee. Mensen willen het wel weten. Ik ben ervan overtuigd dat mensen misschien oppervlakkig pak je eerst liever een zak chips en een snoepje dan dat je van een geraffineerde maaltijd gaat genieten. Maar als je eraan begint, dan wil je het ook. En maar het gek is, die film probeert juist duidelijk te maken dat mensen dat vaak niet willen. Zeker. Die willen niet aan die maaltijd beginnen. Die willen juist oppervlakkig snacken en vaak niet de juiste dingen tot zich nemen. En dat is een enorme paradox. Er komt een enorme hoeveelheid bagger dagelijks over je heen. Zeker als je op je Facebookpagina blijft hangen in je eigen bubbel. Maar op het moment dat je wil, is er ontzettend veel goede journalistiek beschikbaar. Kun je weten hoe de wereld in elkaar zit. Als je naar Nieuwsuur kijkt, als je de goede kranten leest, en daar hoef je echt niet de hele dag voor te studeren, maar dan weet je dat er geen 5G in je arm wordt gespoten en dan weet je dat de wereld niet plat is. Nee? Met andere woorden, nee. Nee, ik zit nu even. Ik zit er. Ja, je schrikt. Ja, ik schrik ervan, maar ga door. En dus de informatie is voor iedereen beschikbaar. De grote vraag is, hoe breng je het aan het voetlicht? En dan vind ik het fantastisch om te zien dat er nu met een film die ook amusement is, dat die serieuze boodschap ook nog eens verkocht kan gaan worden. Maar dit wordt wel heel erg meta, dit verhaal. Ja, het is al redelijk meta. En toch gaan we even naar de zaak toe. David de Moordzaak. Weduwe die wordt vermoord, gewurgd en met 5 messteken om het leven gebracht. In eerste instantie wordt Ernest Lauwers daarvan voor veroordeeld. Dan blijkt de bewijsvoering niet goed te zijn geweest. Nou, zeg maar gerust, en dat is heel belangrijk in deze zaak, het is een ramp. Ja. De eerste veroordeling van Lauwers lijkt nergens op. Was een absolute gerechtelijke dwaling. Ja. Rommelende processen verbaal. Bewust gerommelde processen verbaal. Te weinig bewijs. Dus moet je je voorstellen, in Nederland, die man zat jarenlang in de cel op basis van de mes dat hij nooit vast had gehad. Ja. Dus de verontwaardiging, ook bij mij,
hij, de aanvankelijke verontwaardiging, ook als journalist, dat iemand op basis van vals bewijs in de gevangenis zat, was enorm. Periode van de Puttense moordzaak, Lucien de B. Ja. Dus dat speelde toen. Dus dat was een schok. Lauwers was het slachtoffer van het systeem. De vermaledijde justitie die hem achter de cel wilde houden. Dus hij kwam vrij. Maar toen kwam het. Toen kwam een nieuw onderzoek. Ja, DNA-onderzoek. En bleek er heel veel overtuigend bewijs te zijn. Ja. Ik raakte ook in totale vertwijfeling. En ik ging zoeken. En hoe meer ik zocht naar bewijs van zijn onschuld, hoe meer bewijs van zijn schuld ik vond. Ja. Dus die veroordeling, die nieuwe veroordeling, was gewoon terecht. Maar daar was Maurice de Hond. Met een campagne waarbij die op dat gevoel van dat slachtoffer van het systeem inbleef beuken. Op de oude fouten die al lang er niet meer toe deden, doorbleef beuken. Nou, en dat is een circus geworden waar ik heel veel reportage over heb gemaakt. Een boek over heb geschreven en nu een film is gemaakt. Ja. Ja. En een klusjesman en zijn vrouw die daar enorme slachtoffer van werden. Want die werden aangewezen door Maurice de Hond. Dat is de kern van de film. Ja. Dus jongens, het was niet alleen een valse campagne. Maar het gaat ook over echte mensen. Want de klusjesman die door de Maurice de Hond als de echte dader werd aangewezen. Ja, zijn leven is verwoest. Dat komt er heel duidelijk in naar voren in deze film. Maurice de Hond heeft je trouwens nog weer 46 kantjes doen toekomen, begreep ik? Ja, en alweer een podcast gemaakt en alweer. Dus die houdt niet op. En wat is zijn reden om dat te doen volgens jou? Ja, moet je echt hem vragen. Hij heeft genoeg aandacht gehad. Ik heb een paar dingen van je gelezen, daar heb je best wel een mening. Ja, weet je, ik denk dat hij... ik ga niet te veel speculeren over hem, maar laat ik het heel simpel zeggen. Hij kan zich niet neerleggen bij ongelijk. Niet alleen in deze kwestie. Nee. Maar het lijkt ook vaak situaties op te zoeken waarbij hij juist altijd ergens tegenin kan gaan. Ja, en ik denk dat de vorm van aandacht vraagt, maar het is tamelijk obsessief. Ja, maar het is een film waaruit duidelijk blijkt dat mensen heel vaak niet de werkelijkheid willen zien, maar de beeldvorming. Dat is het centrale. Tegelijkertijd zeg je, mensen willen deze film nu heel graag zien en daar ook een zware maaltijd voor consumeren, zeker gezien, als het om de waarheid gaat. En tegelijkertijd ben je dan ook nog hoopvol dat wij dat met z'n allen uiteindelijk gaan doen als het om de dagelijkse gang van zaken gaat, dat we de werkelijkheid willen zien. Of als ik dat niet zou hopen en als ik daar niet ook een beetje in vertrouwen zou hebben, dan zou ik een ander vak kiezen. Maar ja, dat hoop ik, dat uiteindelijk in die dossiers, in die zware dossiers, toch mensen willen weten en willen zien hoe het echt zit. Nou, het is een mooie hoop. En die moet je ook zeker niet kwijtraken. Ik denk ook dat ik er steeds in bevestigd word. Ik bedoel, neem de toeslagenaffaire. Het duurde heel lang, maar mensen zijn uiteindelijk wel geïnteresseerd en worden daar boos van. Het is heel complex. En toen kwamen de verkiezingen en toen werden de mensen die er verantwoordelijk voor waren helemaal niet afgestemd. Ja, maar nou heb je me. Want als ik nu naar Den Haag kijk, word ik ook wel heel erg moe.